elke dag weer feest. Dag mevrouw. Kijk, dan is het ook feest op het balkon. Nou, het is weer gelukt hoor, in de tent. Boom afgebroken. Hekel aan stoppen. Veiliging wordt steeds strenger, hè? Nu het kabinet gevallen is. Hebben we er nou 3. Word ik gebeten door de hond daar, zeg. Een hond. Dat jullie bekijken naar mijn nieuwe vlog. Ik wil ten eerste iedereen even heel hartelijk bedanken voor alle rouwkaarten die ik heb gekregen na het overlijden van Bert en ook voor zijn familie. Dus heel heel hartelijk dank. En ook bedankt voor alle prachtige berichten die ik heb gekregen op de laatste vlog. Inderdaad ook na het overlijden van Bert. Het is, blijft nog steeds heel gek en heel raar, maar ja, alles gaat door. Dat is ook zo ongelooflijk raar, maar dat moet ook. Maar het is af en toe wel even slikken. Maar goed, dat geheel terzijde nu. Ja, wat hebben we eigenlijk deze week gedaan? Nou, van alles. We hebben een promo gemaakt voor mijn nieuwe nummer Elke Dag Weer Feest. De clip is er natuurlijk, die ontzettend goed ontvangen wordt. Ik heb van de week opgetreden in Landgraaf. Het was een fantastisch festival. En nou ja, wat hebben we eigenlijk nog meer gedaan? Ik ben nog bij Renze geweest, bij RTL 4. Hebben we het nieuwe liedje gedaan. Was ook ontzettend leuk. Leuke show. En ik ben nog gebeten door een of ander hondje van de buren. Zo'n klein klerenbeest in mijn kuit. Dus dat is een tetanusprik heb ik gehaald in het ziekenhuis. En ik heb 5 dagen een antibiotica kuur. Dat koelieren hondje. Nou ja, goed jongens, er zijn veel ergere dingen in de wereld. Ik zou zeggen, geniet ervan. Ja, we zijn bij Radio Utrecht. En we gaan mijn single promoten. Elke dag weer feest. Dag mevrouw. Kijk, dan is het ook feest op het balkon. Nou, de mensen zijn tenminste blij als ze me zien. Ja, en hoe vaak draaien wij niet altijd s'avonds, tenminste s'nachts, Radio 1 Utrecht. Al die lekkere 70's muziek in die ballad. Nel Smit, overigens ook altijd. We zijn altijd Radio Utrecht op s'avonds naar het voorzoek gegeven. Lekker relaxed. Kijk eens eventjes. Oink! Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, hoe leuk is dat? Ik loop het alleen nu uit te roepen, maar ben ik dan nog 5 minuten in? En als je laatste werk dan? Morgen is mijn laatste werk dan. En hoe lang heb je gewerkt dan? Ja, anderhalf jaar. Oké. Dus ik ga even een hele avond uitlaten. Nou, elke keer zat ik tussen. Ga erop, hè? Dat gaat wel echt Utrecht zo, hè? Leuk. Kijk, we komen nog eens ergens. Mag jij daar plaats nemen? Hoi. En dan komt Connie zo meteen deze kant op. Gezellig. Nou, heel veel succes. En maar dan helpen jullie mezelf. Ja, dankjewel. Dankjewel voor de moeite. Eigenlijk een beetje bijpraten. Dit was jouw vorige single. Ja. Zometeen komt er een nieuwe single aan. Elke dag weer feest. Ja. Het is aan de lopende band. Jouw single. Nou kijk, vroeger was het altijd zo. Je nam een single op. En dan ging je kijken of dat iets zou worden. Dan wacht je 3-4 maanden. Dan kwam je weer met een single. En dan kwam het album eraan. Ja. En tegenwoordig maakt dat niet meer uit, want je zet dat gewoon op Spotify. En de mensen bepalen eigenlijk zelf wat ze leuk vinden of wat ze van je willen horen. Ja. En dat is de reden ook dat je dan best wel eigenlijk verschillende nummers. En ik heb natuurlijk in de coronatijd heel veel opgenomen. Dus je kunt ze nu gewoon doseren? Ik kan ze doseren en kijken van, nou jongens, vinden we dat leuk? Gaan we het zo doen? Van de week heb ik een clip opgenomen afgelopen dinsdag met het liedje van wat dan nu weer uitkomt. Elke dag weer feest. Of elke dag feest. En ja, dat is eigenlijk ook in een ongelooflijk liedje om blij van te worden, maar het is, er ligt nog zoveel. En ik kom even kijken, in het najaar, eind september, oktober, met een album uit. En daar worden nog ook nog, dat is wel heel leuk voor de mensen die iets echt in hun handen willen hebben, er komen ook nog cd's van en vinylplaten. Oh, dat wordt een soort, ja, wat zou ik zeggen, 500 cd's en 500 vinyls voor echt de mensen en de liefhebber. Maar dat vind ik dan wel weer leuk, want ik hoor toch dat er altijd meer dan 20% vinyl verkocht wordt in de wereld. Met de bijbehorende plaatsen. Ja, het komt allemaal wel weer terug. Ik heb zo'n hekel aan storm. Nou, het is weer gelukt hoor, in de tent. Kijk eens even. Boom afgebroken. Nou, die gaat het ook begeven. Dit valt allemaal nog wel mee. Ik weet het, er zijn wel erge dingen gebeurd. Ik kan het gewoon niet uitstaan. Ik kon stoppen.
Tjonge jongen, wat zijn er nog een hoop ongelukken gebeurd? Afschuwelijk. We zijn bij het programma Renzen en ik loop nu door de catacombe. Hier hebben we nog iemand van de Tweede Kamer, Stefan. Nou, meneer De Winter, en dan zien we hier producer, uitvoerend, we zien de floor manager, we zien Ruben, hier zien we de beveiliging. De beveiliging wordt steeds strenger, hè? Nu het kabinet gevallen is, hebben we er nou 3? Of is het speciaal voor mij? Ja, hij is speciaal voor jou. Oh, is het echt zo? Ja, dat is wel nodig ook. Dat is echt wel nodig ook, denk ik. Ik hoorde nog muziek bij de buren. Om 1:30. Ik denk, ik ga nog eventjes daar een drankje drinken. Word ik gebeten door de hond daar, zeg. Wat een hond. Dus ik doe nog sier ook, zeg. En ik vraag me alleen of moet ik een tetanusprik halen. Nou, die is nog zo'n 1:30. Dat doe ik dan morgen wel. Als dat kan, want dat is natuurlijk niet oké, dit. Zaterdagochtend vroeg. Ik ben gisteravond nog eventjes leuk door de hond gebeten van de buren. Een klein klerenhondje. En nou ja, ik ga eventjes een tetanusprik halen. Als dat nodig is, ik denk het wel. De belletjes eruit. Tellen of gewoon zetten? Ja, ik ga gewoon. Mag je ontspannen? Ja. Ja. Komt-ie. Dat zit. Dankjewel. En nog een antibiotica-kuur, lekker hè? Nou, toch nog weer eventjes een uurtje op de handtraining gestaan. Ik moet vanavond optreden in Landgraaf. 210 kilometer hier vandaan, dat is even pittig, maar het is een mooi festival. En het is prachtig weer, dus we hebben er zin in. Ja, de gids is helemaal klaar voor. Dus even een lekker uur op de handtraining gestaan. Topfit. Nou jongens, het is prachtig mooi weer vandaag. Het is hier 36 graden in de auto. We gaan naar Landgraaf. 233 kilometer, jee, gezellig! Heetste dag van het jaar en het verste ooit, denk ik, of niet? Ik wou net zeggen, dit is wel echt het uiterste van Nederland. Ja, het mag wel heel leuk optreden zijn. Mooi kleedkamer, we hebben verwarming, we hebben een spiegel, we hebben airco, we hebben appelsap en we hebben water. Fijne week. En je weet dat je kunt me volgen via Instagram, Instagram Story, Facebook, Twitter en natuurlijk ook TikTok. En ik zou zeggen, heb je een nieuwe single nog niet gehoord? Je kan hem gewoon streamen. Het heet Elke Dag Weer Feest. Een prachtige clip op YouTube. Daar ben ik ontzettend blij mee. En ik hoop dat jullie genieten. Ik wens iedereen een hele leuke week en de groetjes van Geert. Doei!